Een bijzondere plek, Willem van Doorn. Een hele bijzondere plek. Op deze plek is namelijk in 1944, september, 23 september 1944, een Lancaster bommenwerper neergestort. En daarvan zijn 6 bemanningsleden en 6 bewoners zijn omgekomen. Vandaar dat we dit gedicht van Judith Hersenberg hier hebben, op deze plek hebben gehangen. In overleg met Bas en Roos, die hier wonen. En, hier stond een christelijke basisschool, lagere school toen nog. Nou, die is dus helemaal vernield. Een aantal huizen. Aan de overkant een aantal daken. Omdat het vliegtuig stort niet meer, maar door de vaart vloog en onderdelen van het vliegtuig boven de plaats. Dus, ja, het is voor de mensen die dit meegemaakt hebben, is het natuurlijk een hel geweest. Want je zag een brandend vliegtuig. Mensen die, aantal bewoners die hollend naar het ziekenhuis toe gingen, maar daar toch zijn overleden. Omdat ze zoveel... Elisabeth ziekenhuis, hè? Hier vlakbij. Ja. Dus dat was een ramp. Ja. En Judith Hersenberg heeft een aantal gedichten over de Tweede Wereldoorlog geschreven. En één daarvan hebben wij dus uitgezocht. Dat is dus deze. Ze leeft nog, hè? Ze leeft nog, ja. Ja, en over dit gedicht is ook nog iets bijzonders, want het gaat over, er staat plataan. Ja. En als je de epauletten zag van die soldaten, dan lijkt dat blad van de plataan lijkt op het blad van de Esdoorn. Dat is eigenlijk de Maple Leaf, de Esdoorn. Maar Judith was 11, het is dus vanuit een meisje van 11 is dit gedicht geschreven in herinnering. Oh. En zij kende de plataan niet. Maar ze zag dat epaulet van die Canadese soldaten. En ze dacht, hé, dat is de plataan. En iemand heeft haar ook verteld, dat is een plataan. Maar het was dus eigenlijk een esdoorn. Ja. Omdat ze 11 was. Een maple leaf. Ja. Ja. We zijn hartstikke blij dat wij als Stichting Muurgedichten Almelo dit 17e gedicht hebben kunnen ophangen bij Bas en Roos. We zijn ook heel blij dat ze de muur beschikbaar stelden. En nou, Freddy Hoevers, wil ik nog even noemen, die heeft dat gedicht zo... Ja, zo vormgegeven. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Watervast, hè? Watervast. En ik wil ook de gemeente Almelo bedanken voor de subsidie die we hebben gekregen. En het Prins Bernhard Cultuurfonds. Want ja, zonder subsidie kun je dit niet doen. Komen er nog meer muurgedichten? Wij hopen van wel. We hebben subsidie aangevraagd weer voor een nieuwe reeks. En ja, ik hoop dat de corona ook een beetje verdwijnt. Want dan hebben we wat meer, kun je wat meer publiciteit geven en meer mensen uitnodigen. Maar er komen zeker meer gedichten. Absoluut. Dankjewel. Oké, geen dank. Bedankt. Ik heb een gedicht nog voorlezen. Een gedicht voor.